sehen Sie sich um. Sehen Sie es? Der Boden, das Gemüse, die Früchte. Wie alles einen Sinn hat und irgendwie in perfekter Balance ist. Gurkenanbauer Jan Koppert und sein Sohn Peter sahen das bereits in den 60er Jahren. Aus diesem Grund gründeten sie 1967 Koppert Biological Systems. Peter baute zusammen mit seinem Bruder Paul und seinem Neffen Henry das Geschäft auf. We zijn ertussen geboren. Onze ouders hadden een kas. En zodra we konden lopen, gingen we mee die kas in. En werden we aan het werk gezet. Dat is ook het voordeel misschien wel geweest van onze start. We waren natuurlijk zo hands-on en zo bekend met de teelt en de telers. Daarnaast was het ook wel een druk bij de telers. De chemische middelen waren gewoon onvoldoende om de plaag onder controle te houden. Dus werd ook wel gezocht naar een oplossing. Als die Pflanzen Resistenzen gegen chemische Pestizide entwickelten, machten sich Jan Koppert und sein Sohn auf die Suche nach einer Lösung aus der Natur. Einen natürlichen Feind. Und sie fanden eine Raubmilbe, Phytosaeolus persimilis. Sie setzten dieses kleine Insekt in ihre Gurken ein. Wenige Wochen später sahen ihre Pflanzen viel besser aus. Das war der Zeitpunkt, an dem die Familie Koppert beschloss, ihr Produkt an Erzeuger in der Nachbarschaft zu verkaufen. Er werd eigenlijk om gelachen, ja. We hebben heel lange tijd ons best gedaan om de image van geitenoren sokken te voorkomen. Dat we serieus hebben gekomen, een serieus bestrijdingsmethode waar ze op konden rekenen. Voor de gewone teler. Je moet wel met goede oplossingen komen. Want die teler is natuurlijk ook kritisch. En dat is ook terecht. Je moet een relatie opbouwen, je moet vertrouwen winnen. Want hij doet iets en hij ziet voorlopig niets. En met chemie zijn ze gewend. Ik spuit vandaag en morgen ga ik kijken en dan zie ik die witte vlieg op zijn rug liggen. Of die spint of een andere beest is dood. Dat is natuurlijk bij ons een heel ander proces. Im Laufe der Jahre kombinierte Koppert Forschung und die neueste Technik mit biologischen Lösungen. Dadurch war das Unternehmen in der Lage, die Nützlinge weltweit zu versenden. Der Markt wuchs und damit auch die Produktpalette. Koppert entwickelt heute Produkte für eine Vielzahl von Schädlingen und Krankheiten bei zahlreichen Kulturpflanzen. Aber auch Lösungen für natürliche Bestäubung und Biostimulantien, um den Boden und das Saatgut zu verbessern. Hoe kunnen we een teelt zodanig maken dat het maximaal natuurlijk is? En zo hebben we een hele totaal benadering, een holistische benadering ontwikkeld. Eigenlijk alles wat er is, willen we gebruiken. Wat is het allemaal? Wat kunnen we ervan leren? Doen we na. En dat proberen we dan te brengen naar onze klanten, onze teelers.